Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb alleen nog maar Sam in de auto. De rest is allemaal uit de auto. Die zijn naar schooltje toe. Ik ben ook heel even gauw naar de Lidl geweest voor vaatwasblokken. Want die waren op. En ik ga nu terug naar huis. Dan gaan we lekker fruitje eten. En de dag beginnen. Want ik en Sam zijn nu samen. Dus we gaan kijken wat we gaan doen. Ik weet het nog niet. Misschien knuffelen, misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik ben nu alweer thuis en ik moet die verdomde vaatwasser weer doen. Ga ik nog niet doen. Ik heb er nog geen zin in. Deze vaatwasser had ik het over. Deze heb ik altijd. En ik vind deze heel fijn. Als ik deze niet heb, dan wil ik die van de Dreft hebben. Die vind ik dan weer fijn. Maar ik vind die pokken duur. Dus. Vandaar dat ik die niet heb. Maar nu ga ik heel even 10 minuten op de bank zitten. En dan is het bijna tijd om Sam zijn fruit te geven. Wat een haast en gezeer allemaal zeg. Ik heb even iets gedaan wat ik normaal niet graag doe. Nou, die kan aan. Ik had nog vaat van gisteren staan, omdat mijn vaatwasser vol was. Maar ja, daar heb je er dus van. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik heb heel veel van gisteren. Het avondeten had ik er al in gedaan. Maar ja, ik had nog wat dingetjes. En dan was hij nog helemaal vol. Maar dan ga ik bijvoorbeeld iets wat ik nooit drink, koffie. Senseo-apparaat. Dan ga ik dan ook gelijk eventjes erin doen. En dan is hij vol. Dus die vaatwasser staat nou aan. En dan ga ik nou mijn was even aanzetten. Hallo! Ja, doe je hallo zeggen? Mwah! Yeah! Ik heb nog ongeveer een half uur voordat ik Liam op moet gaan halen. Ik heb mijn was maar even naar beneden gehaald. Ga ik even mijn was vouwen. Want anders komt daar ook niks van. Dus dat ga ik maar even doen. Ondertussen is Sammy lekker aan het spelen. En ja, ik ga even aan mijn was beginnen. Als je de camera ziet bewegen, maar ik moet het gewoon normaal doen alsof ik iets aan het doen ben. Het is me gelukt hoor, binnen een half uur. Nou even gauw alles naar boven brengen. En dan ga ik Sam klaarmaken om Liam op te halen. Ik en Sam hebben deze grote vent opgehaald. Ja! Sammy is ook lekker croissantje aan het eten. En Liam ook, hè. Liam ook lekker croissantje. Dan gaan we gauw naar huis lopen, want dan gaat het weer regenen. Nou, we hebben Jordi opgehaald, hoor. En hij is vrolijk. Jee, Jordi. Ja, je ziet het nou niet, maar hij heeft net staan lachen en staan doen. Dat was niet normaal. En deze twee grote ventjes, die... waren een filmpje aan het kijken. En nu gaan we naar huis rijden. Even die riem aan. Inmiddels zijn we thuis. En heeft Liam een croissantje. Lekker hè jongen. Dan staat hij lekker naar buiten kijkend op te peuzelen. Hè scheetje? Oh, ja zeker. Lekker vent. Jordi heeft ook een croissantje op. En Sammy is nog lekker aan het happen. En ik kreeg te horen van de juf dat jij heel blij was vandaag. Ja, dat is alleen maar leuk. Dat is alleen maar leuk. Hè? Dat is alleen maar leuk. Lekker stukkie. Je bent een lekker stukkie. Ja, een lekker stukje. Hij is even met zijn ritueel bezig, hè? Dat is ook belangrijk om te doen, hè? Na schooltje even Boomba kijken, Ranjaatje drinken, lekker wat eten. Zo belangrijk. Hè? Ja. Ik hou van jou, vent. Ik hou van je ook van je broertjes, hoor. Maar ik hou van jou. Ik hou van jullie allemaal.
dus een drietal, een fles aan het drinken. En ik heb gedoucht met Jordi. En ik moet zeggen, we hebben een kleine doorbraak. Jordi heeft vandaag voor het eerst weer, sinds een hele lange tijd, gelachen in de douche. En blij geweest in de douche. En dat is vorige keer op het eind, hoor. Ja, op het eind, maar niet. Hij is nu zelf ook onder de straal gegaan. En dat hij ook echt zo deed, zo van ik wil eronder zitten. Dus we hebben een doorbraak met Jordi. We gaan het nog een paar keer zo doen. En dan gaan we weer uitbreiden. Want dat is belangrijk, dat we weer gaan uitbreiden. Dus dan kan hij uiteindelijk weer zelfstandig onder de douche zitten. Dan hoeven wij niet met hem de douche in. En dan kunnen we gewoon zijn haren wassen en alles zonder dat we er mee hoeven. Dus ja, daar zijn we dus mee bezig. Maar nu gaan ze alle drie dadelijk lekker een slaapje doen. En gaan papa en mama hier opruimen. En dan gaat papa sporten. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, we hebben de boel weer opgeruimd. Alles is nu lekker aan het drogen. En nu gaan we bankzaken en beleggingen doen. En niet veel. Dus in het volgende beeld is het alweer... Morgen. Donderdag. Een hele goede morgen. Morgen. Hier loopt onze Liam en onze Sam. Ze hebben allebei al een flesje gehad. Jordi slaapt ook. Ik ben allergisch voor jullie. Ga weg. Oh, je hoort je af en toe niet goed van. Nee, je gaat niet stampen. Jordi die slaapt nog. Jordi heeft vannacht een buikpijnaanval gehad. En Niels heeft daar gedaan. En die heeft de luier verschoond en alles. Dus ja, dat is. Vandaag hebben we gewoon lekker een thuisdag. Ik vind het ook niet raar met die winter dat we een thuisdag hebben. Want... Dus we gaan nergens heen. Dus dat is wat we gaan doen. Ik had van de week mijn ramen gewassen. Daarom dus. Daarom heb ik er zo'n hekel aan. Liam en Joef, stoppen. Liam. Liam, je bent al getrapt door Joef, hè? Maar dat dus is de reden. Ik heb de kinderen maar toch maar even omgekleed. Want, ik noem geen namen, maar iemand die had alles tot aan in zijn nek zitten. Dus die moest ik helemaal schoonmaken. En die iemand staat nu tegen het raam aan. Die ik net gewassen heb van de week. Heeft geen zin, mijn ramen wassen. Heeft echt geen zin. Maar goed. Ja, de kinderen zijn lekker aan het spelen. En ik ga eventjes mijn was weer aanzetten. Want die is klaar. En dan is het weer tijd voor fruit. Meer kan ik er niet van zeggen. Nee. Dit is van Jordi. Lopen. Nee. Eruit. Nee. Afblijven. Vaststappen. Goed zo. En draaien. Goed zo, Jordi. Alsjeblieft. Ga maar lekker lopen. Kindjes die hebben net hun fruit gehad en ik ga zo met ze naar buiten. Maar ik wou Sam in mijn draagzak doen. Ik heb even een ander shirt aangetrokken, want ik weet van mezelf dat ik het fijner vind om een, ja, hoe noem je dat, een dunner shirt te hebben, want anders is het veel te heet. Dus ik heb die al echt niet meer gebruikt, dus ik ga hem heel even
op maat maken. Even kijken. Normaal Niels me altijd met deze dingen, maar ja, die is er natuurlijk niet. Dus gaan we het even proberen. Het is namelijk zo, ik wil niet dat Sam op de koude grond zit. Dat vind ik een beetje onnodig. Ik moet zo dadelijk zijn luier nog doen, dus... maar we moeten even passen. Mama moet even passen, vriend. Even kijken. Daarom sta ik ook hier bij het aankleedkussen, want dan kan ik hem daar even een beetje op laten leunen. Ja, het is wat er vindt. Zo. Gaan we hangen met mama? Ik heb hangjeugd. Ja. Kijk, deze moet er onder toe, vriend. Zo. Goed zo. Zo. Oh, niet je tut laten vallen, vent. Alsjeblieft. Dan kan mama hem strakker weer zetten. Zo. En zo. Daar zitten we. Vind je dat goed zo? Zit je goed? Ben je toch ook zwaar, hè? Vind je lekker zo? Doe mama daar een dikke winterjas aan. De oude winterjas, want die past nog om hem heen. Vind je het goed zo? Ja. Dus dat gaan we doen. Ik ga iedereen even schonen en naar buiten. Nee, Jordi, de deur gaat dicht. Het is me gelukt. Nee, deze kant op. We gaan lekker buiten spelen. Goed zo. Vraag me niet hoe. Maar het is me gelukt. Simmetje lekker warm. Liam is lekker aan het ronddraaien. En Jordi is lekker aan het lopen. Nou, het ging niet zoals Jordi gewend was. Dus Jordi staat nou daar. Want Jordi ging helemaal over de zeik. 5 minuten vond hij het leuk en toen was het klaar. Sammy zit hier. Uit solidariteit voor Jordi. Nee hoor. Ik ben nog steeds buiten met Liam. En af en toe naar binnen lopen. Om te kijken hoe dat het met de broertjes gaat. Maar Liam is nog steeds aan het spelen. Liam, ben je aan het doen? Ja? Dus ik ben een beetje aan het pendelen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dus ja. Maar Sam die vond het helemaal prima in de zitzak. Alleen hij is het gewoon niet gewend. Dus omdat ik dat alleen maar doe als ik hem echt... Als ik dingen moet doen en ik moet hem bij me houden.
Dus hij is gewend dat als hij jankt, dat hij erin gaat. Maar ja, hij was ook weer gegroeid. Dus ik moet elke keer weer opnieuw dat ding passen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat de situatie nu is. En ik moet zeggen, als dat van de zomer ook zo is, dan heb ik veel te doen. Nou, die heb ik eindelijk binnengekregen om een broodje te eten. Want meneer wilde niet naar binnen en hij is hartstikke boos op zijn moeder. Ik mag ook niet in de buurt komen, want dan wordt hij nog bozer. Maar ik heb eindelijk een broodje aan hem kunnen geven. Hij is zo boos. En onze Sammy is ook lekker broodje aan het happen. Is lekker, hè? Ja, hè? Lekker happy doen, hè? En onze grote ster, die heeft ook een broodje, alsjeblieft. Nou, de leider van de Bambix-bende heeft maar een klein half uurtje geslapen. Hij had buikpijn, die heb ik net even verholpen door middel van de massage die ik bij hem uitvoer. En zijn benen, ja, niet in zijn nek douwen, maar op een bepaalde manier houden en alles en zo. Maar hij is weer vrolijk. Hij is weer vrolijk. Hij is weer vrolijk. Hij is weer vrolijk. Ik heb hem weer heel vrolijk gekregen. Ja, ik heb hem weer helemaal vrolijk. Voor de mensen die ons nog niet zo lang volgen. Ik film Jordi in principe niet als hij over de zeik gaat. Want ja, dat geeft hele goede vlogmateriaal, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat je een downie helemaal over de zijk ziet gaan. En als hij over de zijk gaat, dan kan hij niet meer bijten, dan kan hij niet meer krabben, dan kan hij niet meer schoppen. Dus ik denk dat als je enige beeldvorming daarvan zou willen, dat je het zelf wel een beetje kan verzinnen, denk ik. Dus ja, dat. De kleinste onderdaan van de directeur is ook al wakker. Onze Sam, die staat ook al te kijken. En de middelste, die ligt nog te slapen. Die was een beetje over de zeik dat hij naar binnen moest. En nou, die is nu weer rustig. En het huisdier van de Bambix-bende, die ligt hier gek te doen. Je bent een beetje gek, hè, Altijhoef? Je bent gek, hè? Je bent gek. Je bent gek. Nou, dat is, die is niet goed. Bij zijn hoofd. Bij haar hoofd. Ben jij wakker? Ben je nog boos op je mama? Nee, toch? Ja. Ja? Ben je wel nog boos? Wat is er? Oké. Heb je lekker geslapen? Nee. Heb je niet lekker geslapen? Oké. Volgende week is Liam jarig. Dus ik zat echt van, wat moet ik voor hem tracteren op zijn schooltje. Op zijn drummers gebeuren. Maar het is, zeg maar, die week daarna ook carnaval. En Liam is met carnaval geboren. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb maskers besteld. Voor in de tractatie. Deze. En een aapje. En een tijgertje. En dan, nou, in ieder geval, dat is het ongeveer. En dan heb ik van deze zakjes. En een bellenblaas. En dan doe ik er nog een. Een krent. Een, zeg maar een ding met krent erbij. En dan is de tractatie ook compleet. Ik probeer eigenlijk een beetje in het rand van, zeg maar, de tijd van de tractatie te maken. Jordi is dus in december geboren, 5 december op Sinterklaas. Dus ik probeer dan in de trant van Sinterklaas een beetje te blijven voor hem. Tenzij hij andere dingen leuk gaat vinden. Dus dan, stel hij vindt nou bijvoorbeeld Boomba leuk, maar ja. Als ik zou tracteren in de vorm van allerlei dingen van Boomba. Ja, dat interesseert hem dus helemaal niks. Maar hij vindt pepernoten bijvoorbeeld wel heel lekker. Dus ik had pepernootjes bij Jordi getrakteerd. En ze zeiden op het schooltje van Liam van liefst iets gezond. Dus ik heb ervoor gekozen om krentjes te doen.
En dan een masker en een bellenblaas. Daar heb ik voor gekozen. Ik denk dat ze ook wel weer leuk met carnaval en alles. Dus ja, dat is wat ik gekozen heb. Ja, dan ga ik nou nog niet in elkaar zetten hoor. Dat doe ik pas echt volgende week. Dus deze doos gaat nog even de kast in. En dan ja, ga ik ze volgende week maken. Ga je nou bij je broertje kijken, Jordi? Jordi heeft ook een beetje buikpijn. Maar Liam ligt hier. En hij gaat steeds dichterbij bij Liam. Ja! Het is Jordi, hè, Liam? Jordi kwam dichtbij om even te kijken. En Sam die is daar aan het spelen. Jordi, je gaat zo vallen, hè? Maakt mij niet uit, mama. Ik lag mij helemaal stuk als ik val. Hij viel gisteren van de bank af. En ik denk, oh nee, hè. Shit. Hij gaat huilen. Als Jordi gaat huilen, dan ben ik wel even bezig met hem. Maar nee, dat was het probleem helemaal niet. Hij ging helemaal stuk van het lachen. Ik zeg, nou, ik zeg, veel plezier. Ik zeg, met dat gelach van je dan. Ik zeg, ik ga verder eten koken. Ik zeg, als je huilt, kom ik wel terug. We hebben Jordi geholpen met poepen. De kindjes al naar bed gewerkt. Hier opgeruimd. En ja, nou even chillen en dan gaan we naar bed. Ja, en ik ben ondertussen aan het editen. Dus dat moet ook gebeuren. Ja. Dus bij deze, we gaan deze ups en nou weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.